allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe week vlog. Het is vandaag maandagochtend en ik ben even mijn schoenen opnieuw aan het strikken. Want ja, dat klopte gewoon niet meer helemaal. Ik moet vandaag van 9 tot 2:30 naar school. Mijn rooster is veranderd. Eerst begon om 10:30, nu opeens 9:00. Dus dat is top. Super. Dus dat. Vandaag praktijk, dus ik ben helemaal in het zwart. Of nou niet helemaal, maar mijn broek heeft een rode streep. Maar oké. Shirtje is van Calvin Klein. Broek is van Naked. Mijn schoenen zijn van Superga. En ik doe hier in mijn spijkerjasje bij aan. En mijn koffer die daar staat is van Soet Soet. Ik weet niet of jullie die zien staan, maar goed. Dat rijmde. Ja, ik ga vandaag niet heel erg veel bijzonders doen. Ik ga vooral, als ik uit school kom, goed leren voor mijn autotheorie. Ik ga vanavond moet ik weer dansen. Dus dat is heel erg leuk. En voor de rest heb ik eigenlijk nog niet echt iets op de planning staan. En ik heb bijna de 10.000 abonnees. Ik ga het laten zien. Ik hoop dat ik in deze week vlog de 10.000 haal. Even kijken. Ik heb er nu 36.000. Of het is eigenlijk ook wel leuk als ik het in de volgende week vlog haal. Want de volgende week vlog is weekvlog 52. Dus dan ben ik eigenlijk een soort van jaar bezig. Ik heb dit heel lelijk gestrikt. Maar vooruit. Andere schoen. En het is nu 8:10. Ik ga om 8:30 weg. Dus ik heb nog 20 minuten. Hoi allemaal, ik ben alweer een tijdje terug uit school. Echt wel een heel erg tijdje. Het is namelijk 7:10. Ik ga even mijn haar doen. En even mijn schoenen aantrekken. Deze Nike's. Het zijn de Nike Zoom Pegasus 34. En deze heb ik in Italië in de outlet gekocht. Dus ik weet niet of ze in Nederland ook nog te koop zijn. Maar ik ga even mijn haar doen. En even, ja, jullie even hier weer zitten. Want ik ga namelijk naar dansen toe. Elke maandagavond. En daar heb ik heel erg zin in. Ik kreeg een reactie van een meisje dat ze het irritant vond dat ik een knop maakte. En dan daarna die plukjes ervoor los deed. Maar dat doe ik omdat ik weet dat, anders vind dat ik er zo kaal uitzie. Want als dit zo strak zo zit, lijkt net of je geen haar hebt. Dus ik vind het juist leuk als die plukjes een beetje zo zitten. Dus sorry als je je daaraan irriteert, maar ik vind dat gewoon mooier. Even mijn schoenen aan. Het is pas 7:15. Maar ik moet even mijn lis ophalen. En dan rijden we samen naar dans toe. Heel irritant is dit. Ja. Wat ik aan heb is echt doodsimpel. Zwarte t-shirts van Calvin Klein die ik vandaag ook naar school aan had. Een grote zwarte sportlegging. En dan mijn schoenen. Dus dat is really basic. En deze schoenen zitten echt zo lekker. Ik denk dat ik ze van de week ook gewoon naar school ga aantrekken. Want echt, deze schoenen zitten echt kapot lekker. Beetje deo op, anders gaan we stinken. En deze ruikt zo lekker, deze ruikt naar peer. Die is echt geweldig. Zou ik ook nog een luchtje op doen? Nee. Maar ik wilde even wat laten zien. Sorry, dat was een beetje hard. Maar ik heb dus een nieuwe serie ontdekt. Eigenlijk vorige week al. Vandaar mijn ouders hebben deze serie ontdekt. Volgens mij toen ik hem hoofd. En hij is zo leuk, jongens. Jullie moeten hem echt kijken. Hij heet Ik Weet Wie Je Bent. En staat op NPO3. En je hebt er geen abonnement voor nodig of zo. Het is helemaal gratis. Maar echt, deze serie is zo leuk. Het is een Nederlandse serie. En ja, ik ga er verder niet echt iets over vertellen. Want ik wil geen spoilers geven. Maar goed, die ga ik nu even afkijken. Dan ga ik over een kwartiertje naar mijn list toe. En dan zie ik Janie straks ook weer gezellig. Even mijn tas inpakken. Maybe that's a good idea. Wat zit hierin? Slippers. Van zwemmen nog. Oh, en deze week wil ik trouwens in mijn weekvlog een beetje dingen gaan vertellen over mijn opleiding en zo. Omdat ik daar best wel veel vragen naar krijg. Maar niet echt een leuk onderwerp vind of zo voor een aparte video. Dus ik ga er in deze week gewoon wat meer over vertellen. Als het lukt. Er zit ook nog een vorkje in mijn tas. Oké, goed verhaal. Welke jas doe ik aan?
ik weet het niet. Ik heb eigenlijk echt best wel veel jassen. Kijk dan, stond niet normaal. Nou, oké, er zitten ook blazertjes tussen en jasjes en zo. Maar ik ga dus deze week, of nou, ik denk volgende week, want dan is Prinsjesdag in Den Haag, dus zijn we vrij. Ga ik denk dan een video opnemen dat ik mijn kledingkast ga opruimen. En die week daarna komt ook een hele leuke video online. Als het allemaal goed is, als het allemaal goed verloopt. Omdat hier ligt echt kapot veel stof. Echt niet normaal. Maar goed. Ik ga even jas pakken. Serie afkijken. En dan ga ik lekker dansen. Oké, het is echt veel te donker. Maar ik zit met Jenny in de auto. Want we hebben net gedanst. En Jenny was er sleutels vergeten bij Wessel. Dus we zijn nu in Schravenzanden. Sleutels ophalen. En daarna ga ik lekker naar huis. En dat was hartstikke leuk. Hè? Ja, ik vond het wel. Ik kan dit echt niet in de auto filmen. Ik vond het wel echt leuk. Hoe kunnen mensen dit neerzetten? Volgens mij was het gewoon zo. Oh, ja. Je blijft toch nooit staan? Oh. Ga je nou expres harder rijden? Nee. Volgens mij wel. Nee. Oké, binnenkort gaan Jane en ik een car McDonald's mukbang opnemen. Ja. Even kijken wanneer, maar het komt zo aan. Ja, we weten nog niet wanneer. Maar... We kunnen wel... Volgende week dinsdag is Prinsjesdag. Dinsdagavond kunnen we wel. Wat zeg je nou? Dinsdag is Prinsjesdag, dus we kunnen donderdagavond. Dinsdagavond. Ik bedoel de dinsdagavond. Ja, best. Hallo, auto. Ja, ik wil maar zeggen, wij mogen voor. Ah! Oh my god. Westland moet echt wat doen als ze wegen. En we gaan lekker over de dijk heen rijden. En daar mag ik eigenlijk niet rijden, want dat vindt Westland niet. Au, ik heb een spieker. Naar 26,5. Oh my god. Of nee, ja, 26,5. Want dan zijn we op tijd voor de pizza. Dan moet ook wat pizza. Oh god, waarom duurt het zo lang? Dus we zullen echt een vet lekker liedje hoor, echt mee kunnen schrijven gewoon. Tenminste, als je de tekst kent. Zo krijg ik tenminste geen dinges op me. Oh, nee. Ik heb het weer naar 0 gedaan. En we moesten naar 26. Oh my god, nee. Dit meen je. Nee, Jane, ik ga dit niet helemaal doorspoelen hoor. Nee. Ja, zet hem maar uit, we zijn zo terug. Oké, doei. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. En ik ben aan het wachten tot Char komt. Ik moet even een beetje opschieten wel. Nou, Char wil ik altijd te laat, dus ik hoef niet echt op te schieten. Maar ze is er over 10 minuten, kwartiertje. Dan ga ik lekker naar school toe tot 4 uur. En als ik uit school kom, ga ik leren voor mijn autotheorie. En in de avond ga ik lekker, ik weet wie je bent, verder kijken. Ik heb deze trui aan van de H&M. Broek met ruitjes. Ook van H&M. En ik doe daarbij mijn zwarte Sandra's aan. Ik heb een knop op mijn hoofd die niet helemaal lukt. Maar ik dacht, we gaan toch op de scooter dus. Ja. Ik weet nog niet welke jas ik hier weer aan doe. Want deze trui is best wel irritant met een jas. Ik denk gewoon mijn leren jasje. En ik heb even mijn cowboy's bag ingepakt. Deze tas. Oh, hij is best wel zwaar. Deze. Omdat die zwarte die hier ligt. Gisteren had ik die mee naar dansen. Maar er zat ook nog lensvloeistof in. En die lensvloeistof is opengegaan, dus helemaal dat zat onder lensvloeistof. En ik had gisteren volgens mij in de auto ook nog wat gefilmd. Dus ik weet niet of dat heel erg goed beeld is, want het was best wel donker, maar goed. Dus ik ga even al mijn boeken en alle spullen pakken voor de dingen die ik vandaag nodig heb. En dan ga ik naar school toe. En als ik dingetjes film, is dat weer met mijn telefoon. Want ik mag in principe niet filmen op school. Dan vind ik het een beetje onnodig om mijn camera mee te nemen. Maar als er wel dingetjes gefilmd kunnen worden, doe ik dat met mijn telefoon. Dus doei. Mijn godje, ik ben tijdens school. Mijn haar, het wijt zo hard, wijt is niet normaal. En ik moet ze zo nodig plassen. Dat is ook echt niet oké. Okay. Oeh, kijk mijn haar, dit kan toch niet. Ik zal even mijn outfit laten zien wat ik nou uiteindelijk aan had. Ik weet niet, had ik dit al laten zien? Ik weet niet. Trui, alles H&M, Sandra's. Ik ga even plassen, want ik moet echt heel erg nodig plassen. Daarna ga ik lekker, ik weet wie je
ik weet wie je bent. Verder kijken. Gaan we lekker eten. Ga ik lekker heel de avond. Oh nee, ik moet ook leren voor mijn theorie. Oké, dan ga ik mijn theorie leren. En dan ga ik daar lekker heel de avond filmpjes kijken en inkijken. En even maar was vanavond. Dit is echt geen poren. Oké, ik lig in bed al echt best wel lang. Ik heb even een andere trui getrokken, want ik had een beetje koud. En ik wil even wat laten zien, want... Kijk hoor. Even de app opzoeken. Ik heb namelijk nog 53 abonnees en heb ik de 10... Oeh, heb ik de 10.000 abonnees en oh my god. Ik ben 17 september precies een jaar bezig. Ik heb gewoon in een jaar tijd 10.000 abonnees. Dat is toch bizar. 10.000 mensen. Moet je even voorstellen dat er gewoon 10.000 mensen voor je neus staan. Die op jou geabonneerd zijn. Dat is toch raar. En ik snap echt wel dat er mensen zijn met veel meer abonnees. Maar ik vind 10.000 gewoon best wel veel. En ja, het is nu 8 uur. Ik heb net even geleerd voor mijn autotheorie. Ik ben nu filmpjes aan het kijken. En zo meteen ga ik douchen. En daarna dus ga ik nog even verder met mijn autotheorie. Want ik wil hem gewoon echt halen maandag. Dus dat... En ja, ik heb vandaag eigenlijk niet heel erg veel te vertellen. Ik heb vandaag ook een hele saaie dag. Misschien dat morgen wat beter wordt. Er staat ook nog niet echt heel erg veel op de planning voor deze week. Volgens mij wordt dit echt een hele saaie week. Want morgen moet ik stage lopen in de wellness bij ons op school. We hebben op school een wellness. Dan moet je dan verplicht 3 keer per jaar stage lopen. Dus ik moet morgen. Dan ben ik rond 4 uur thuis of zo. En de avond ga ik naar Milan toe. Morgen komt trouwens wel eindelijk een nieuwe laptophoes binnen. Ik heb gisteren even, of gisteren, ik heb vanmorgen een laptophoes besteld. Dan kan ik natuurlijk deze. So as you can see, kan die echt niet meer. Dus ik heb bij de Mediamarkt deze besteld. Ik ga hem even aan je laten zien. Maar die komt dus morgen binnen als het goed is. Dus dan kan ik weer gewoon normaal door het leven met een normale laptophoes. Maar dat is dus... Morgen de planning. Deze is het. Beetje zo'n... Is dat die scherp beetje? Ja, een beetje een oud roze kleurtje. En ik vond hem echt heel erg mooi. En ik wil eigenlijk ook een sticker voor mijn laptop bestellen. Maar dat ga ik niet doen nog. Ik heb nu gewoon even nieuws. Dus dat is het morgen de planning. Donderdag stage lopen. Vrijdag stage lopen. Vrijdagavond verjaardag en uit. Dus dat is op zich wel leuk. Zaterdag werken. En zondag niks doen. Oh ja, leren voor mijn theorie. Dus dit wordt denk ik een beetje saaie week. Maar ik doe mijn best om zo leuk mogelijk te maken. Volgende week is wel leuk met mijn prinsjesdag. Dus ben ik lekker vrij. En ja, ik weet niet. Niet dat ik iets bijzonders ga doen of zo. Maar ik ben in ieder geval vrij. En ik ben echt weer onzin aan het praten. Dus dat is ook top. Ik wil echt heel graag mijn Instagram opkrikken. Maar ik weet gewoon niet hoe. Ik weet gewoon geen leuk filter. Ik weet gewoon niet hoe ik mijn foto heb. Want... Nu heb ik dus geen filter op mijn foto's. Maar ik wil wel een filter op mijn foto's. Want dan past alles bij elkaar. Want dan zie je al die super goede Instagram meiden. En dan denk je, oh my god, dat wil ik ook. Maar vind ik die filter weer mooi bij de ene foto. En de andere bij de andere. Maar die past dan weer niet bij elkaar. En oh, heel drama. Maar goed. Ik ga maar stoppen met filmen. Voordat er nog meer onzin aan mijn mond komt. Het is vandaag woensdag en ik kom net thuis uit school. Ik heb vanmorgen niet gefilmd, want ik moest best wel een beetje haasten. Ik moest vandaag stage lopen in de wellness bij ons op school. Je hebt bij ons beneden een wellness. Ik heb namelijk de schoonheidsspecialistenopleiding. En je moet dus 3 keer in het jaar daar een dagje meelopen. En vandaag was mijn eerste dag. Maar ik moest dus opschieten, dus ik had geen tijd om te filmen. Maar ik ben nu thuis en ik heb een pakketje binnen van de Mediamarkt. Want zoals ik had verteld, had ik een nieuwe laptophoes besteld. Dus die ga ik even openmaken. Zo. Hij is wel iets donkerder dan ik had verwacht. Maar hij is wel mooi op zich. Het is van dit merkje. Ik ken het verder ook niet echt, maar het is tot Mediamarkt tijd. Even openmaken. Ik dacht dat die lichter was. Want als je de foto ernaast houdt, ziet hij er wel. Maar kijk ook even hoe groot de doos er zo'n klein dingetje. Maar oké. Okay. Dit was trouwens mijn oude hoes. Zo, hij voelt echt veel steviger aan. Kijk, deze kan je helemaal indrukken. En is ook echt absurd dun. Ik weet niet of je dat goed ziet. Maar die is heel dun. En deze is echt
heel lastig ingedrukt en is heel dik. Dat was een chili boost, denk ik. Nieuw heeft deze ook al. En zijn zus volgens mij ook. Oh, ik snap wel waarom die zo dik is. Er zit papiertje tussen. Maar deze, hij is alsnog wel heel stevig hoor. Steeds, maar ik vind wel echt een hele mooie kleur. Maar ik zal even laten zien in de foto ernaast houden. Dat het niet helemaal... Op de site lijkt hij iets meer roze. In het echt lijkt hij iets meer paars. Nou oké, het lijkt wel elkaar. Maar ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Even kijken of mijn laptop er ook in past. Niet geheel onbelangrijk natuurlijk. Ja. Niet dat ik opeens ongelukkig verkeerde water bestel. Dus ik heb eindelijk een nieuwe laptophoes. Dan kan deze in de doos. En weggegooid worden. Top. Ik ga even mijn auto. Ik ga nu mijn autotheorie leren. En daarna gewoon eten. En daarna ga ik naar Milan toe. Dus dat is heel gezellig. Because I'm with him. Ik vind het echt heel raar dat zeg maar in de vakantie zagen we elkaar echt bijna elke dag. Om de dag, bijna elke dag eigenlijk gewoon. En dan moet je nu naar school en we hebben beide gewoon zo druk. Zie je elkaar maar 2-3 keer per week. Dat vind ik wel jammer. Maar goed, houdt het wel leuk en spannend. Maar doei, ik ga leren. Julia en mijn nicht gaat doen alsof ze me gaat opmaken. Zonder make-up, dus ik het. Jules, ga je me opmaken? Wie word ik? Word bellen? Ja, nee. Hoi. Hi. Oké, ga jij me opmaken? Met de verfkwast gewoon er overheen. Ik heb wel heel agressief. Ik krijg een lange van schot en ja. Moet dit? Ja, nee, dat is wel een handig. Wangen. Wangen. Nee, dit is wel. Dus ja, dus dat kwam wel van natuurlijk helemaal zeg maar ja, dan ga je zelf zitten, want ik had wel een beetje het idee dat hij zelf maar andere wangen ook nog. Hier, deze wang moet ook nog. Anders heb ik maar één wang. Wil ik hier zitten? Wil jij hier zitten? Ja. Hoezo? Ik heb een auto, ja. Wat? Ik heb een auto. Ben jij raceauto? Nee. Donderdag. En dat betekent dat ik weer lekker tot 9 uur stage mag gaan lopen. Ik ga even deze parfum opdoen. Van Marc Jacobs, Daisy. En ik wil even zeggen trouwens dat de vragen die altijd zoveel gesteld worden aan mij. Bijvoorbeeld welke camera film je? Waar komt je flair vandaan? Hoe lang ben je? Hoe oud ben je? Allemaal dat soort vragen. Welke opleiding ik doe en zo. Staat nu in de beschrijving. Staat er bij elke video. Zet gewoon in de beschrijving de meest gestelde vragen. Dus kijk eerst even daar zo voordat je een vraag stelt. Want hoogstwaarschijnlijk staat hij dus daar al tussen. En als hij er niet tussen staat, kan je het altijd alsnog gewoon vragen. Ik ben ook van plan om zaterdag, denk ik, of zondag, even kijken. In deze vlog wat meer te vertellen over mijn opleiding. Want daar krijg ik heel veel vragen over. Maar ik denk dat het niet genoeg is om in een aparte video te doen. Dus ik wil het in deze vlog gaan doen. Maar dat komt van het weekend. Ik moet dus vandaag weer stage lopen van 12 tot 9. En dat is best wel zwaar. Althans, dat vind ik. Want het is best wel een lange dag. En morgen moet ik van 9 tot 6. Dus ja. Maar wat ik aan heb is dit shirtje van de Zara. En gewoon een zwart flare. Ik had trouwens een nieuwe... Ik had... deze flare die ik nu aan heb, heb ik al een jaar of zo. Van de Stink. Super mooi nog. Echt niks aan op te merken. Dus ik had een nieuwe gekocht. Omdat ik dan twee zwarte broeken had. Dat vond ik wel chill. Ook van de Stink precies dezelfde. Althans precies hetzelfde merk. De stof was wel wat veranderd. Maar even duur. Hetzelfde merk, dezelfde lengte. Alles gewoon. Zelfde pasvorm. Maar die heb ik vorige week met stage dus twee keer aangehad.
En er zitten opeens allemaal rulletjes aan. Echt alsof die al 50 keer in de was is geweest. Wat helemaal niet zo is. Want ik heb hem pas 2 keer gedragen. En nou, ik vind het zo raar. Want deze broek dus doe ik al een jaar mee. Ziet er nog uit alsof die nieuw is. En die andere ziet eruit alsof ik hem al 3 jaar heb. Maar goed. Ik ga zo meteen even de hond uitlaten. Dat had ik beloofd aan mijn moeder dat ik dat zou doen. En dan ga ik lekker stage lopen. Ik hoop dat Charlie en ik weer mogen oefenen met gelnagels. En dat keer bij mij als model mag zitten. Hoop ik ook. En ik hoop ook even dat mijn oksels gelezerd kunnen worden. Want we mogen dus onze oksels en bikinilijn er laten lezen. Maar ik wil vandaag of morgen even mijn oksels doen. En ik ben niet heel erg leuks van plan. Alleen het is wel zeg maar een heel lang project. Dus als ik het nu film, kan het pas in maart of april online komen ofzo. En ik ga nog niet vertellen wat. Dat ga ik pas doen als het zover is. Maar goed, ja. Goed verhaal weer. Jullie konden trouwens net zien dat ik lekker had gegeten. Ik had een broodje knakworst, want ik dacht dat vult wel. Maar dat vulde zo erg dat ik na 1 broodje al vol zat. Dus ja. Ik heb eigenlijk niet heel erg veel meer te vertellen. Behalve dat Jane en ik over een maand naar Ibiza gaan. Althans, het is vandaag de 13e en ik moet, we gaan de 15e. Dus nog een maand en 2 dagen en daar heb ik echt heel erg veel zin in. Dus ik kan echt niet wachten tot dat zover is. En volgende week gaan Charlie en ik de 10.000 calorieën challenge opnemen. Dus die komt volgende maand ongeveer of zoiets online. Want ik heb de 10.000 abonnees gehaald. Ik ga even kijken hoeveel ik er nu heb. Even kijken. Ik heb er nu 1303 abonnees. En ik heb dinsdag heb ik de 10.000 gehaald. En dat is echt, ik weet niet waarom, maar het klinkt gewoon zo veel. Het is ook veel. Heb ik dit eigenlijk al verteld? Ja, het is heel raar. Maar zeg maar, voor jullie komen deze beelden allemaal achter elkaar. Maar voor mij is het natuurlijk vandaag gefilmd, gisteren gefilmd. Er zit er een dag tussen. Dus ik weet niet meer helemaal wat ik al heb verteld en wat niet. Maar als ik dit al heb verteld, sorry. En zo niet, ik heb de 10.000 abonnees gehaald. Ik ga even mijn tas inpakken, de hond uitlaten en dan ga ik naar stage toe. En dan zie ik jullie denk ik morgen weer. Of op stage in de pauze. Dat weet ik niet. Misschien dat wel. Ik neem mijn camera wel mee. Of mijn telefoon. Maakt niet uit. Maar ik denk als ik thuis kom dat ik echt kapot ben en helemaal moe ben en alles. Dus dat ik dan niet meer film. Dus of tot vanmiddag of tot morgen. Hoi Barry. We hebben pauze jongens en ik heb even eten gehaald. En nu wil Char naar een avondwinkel. Maar dat zit, ik heb echt geen idee. Hoi allemaal, het is vandaag zondag. Sorry dat ik vrijdag en zaterdag niks heb gefilmd. Dus gisteren en eergisteren. Maar ja, vrijdag had ik natuurlijk heel de dag stage van 9 tot 6. Overdag kon ik sowieso niks filmen. En toen ik thuis kwam van stage was ik gewoon zo kapot. Ik was zo moe van die donderdag en die vrijdag. Maar het was die vrijdag zo rustig op stage. En dan ben je maar een beetje de tijd aan het uitzitten, zeg maar. Omdat er is gewoon letterlijk niks te doen. Letterlijk niks. We hadden alle kamers schoongemaakt, alle spullen opgeruimd, wasjes gedraaid, alles. En er was gewoon niks meer te doen. Dus je zit dan echt een beetje je tijd uit te zitten totdat het 6 uur is. En daar word je gewoon echt heel erg moe van. Dus ik was echt kapot. Gisteren moest ik werken van 12 tot 4. Kinderzwemles geef ik. Dat was heel erg leuk. Maar ik moest wel werken. Daar kon ik natuurlijk ook niet filmen. Want ik kan die kleine kindje in badkleding gewoon niet filmen. Dat is best logisch. En gisteravond ging mijn moeder haar nagels doen waar ik het altijd laat doen. Mijn moeder deed eerst ergens in Den Haag. Maar toen zag ze het bij mij, vond ze heel erg mooi. Dus is ze daar gisteren ook voor het eerst geweest. Het is echt super mooi geworden. Ik zal weer hier even een plaatje in beeld zetten met hoe haar nagels zijn geworden. Maar mijn nagels moesten er helaas af. Ik heb een pleister om, want ik heb hier een sneetje. Maar zoals je kunt zien, zijn mijn nagels eraf gehaald. En heb ik er zelf even een lakje overheen gedaan. Ik ga even een lakje pakken welke het is. Ik heb trouwens gewoon mijn pyjama broek aan. Maar het is dus deze van Kiko. Een heel licht mooie roze kleurtje in de kleur 054. Dus die heb ik op mijn nagels gedaan. Maar ik moest er dus af, want het was en te lang. En op stage moeten we nu met shellac gaan oefenen bij elkaar. En Char en ik hebben natuurlijk allebei gelnagels.
En dat kon gewoon niet, kon je niet op elkaar oefenen. En op school waren we ook met massage bezig. En dan mag je ook geen nagellak of lange nagels hebben. Dus ja, het moest eraf. Als ik mijn examen heb gehad, dan kan het er weer op. Maar het moet er nu gewoon even af, wat ik wel echt heel erg jammer vind. Want zo dun nu opeens. En ja, ik weet niet, maar ik vind dit wel een heel leuk kleurtje. Dus ik ben wel blij dat ik weer mijn eigen nagellakjes op kan doen. Dus deze heb ik nu op. Maar ik had natuurlijk beloofd dat ik nog wat dingetjes over mijn opleiding zou gaan vertellen in deze vlog. Omdat ik er echt super veel vragen over krijg over mijn opleiding. Van welke opleiding doe je? Wat doe je allemaal? Hoe kom je aan al die spullen? En dat soort dingen. Dus ik dacht, dat ga ik gewoon in deze vlog doen. Want deze vlog is best wel kort geworden. Omdat ik vrijdag en zaterdag natuurlijk niet heb gefilmd. Komende week wordt het 52e weekvlog. En morgen ben ik precies een jaar bezig. Dus ik hoop dat dat wel een hele leuke weekvlog gaat worden. Ik denk dat deze iets minder leuk is. Maar ik hoop dat ik hem zo toch op deze manier nog ietsjes leuker kan maken. Dus ik ga gewoon lekker alles vertellen over deze video. Ik ga het ook in de beschrijving zetten van informatie over mijn opleiding en zo. Dat als je vragen hebt over de opleiding of deze opleiding misschien ook pluisjes zelf wilt gaan doen. Dat je dit stukje gewoon even kan kijken. Want ik vind het niet een, zeg maar, speciaal genoeg voor een aparte video. Dus vandaar dat ik het zo doe. Ik doe de opleiding Allround Schoonheidsspecialist. En dat is niveau 4. Je hebt ook niveau 3, maar dat is gewoon schoonheidsspecialist. Zeg maar, Allround is dan het verschil qua niveau. Wat het verschil is, is bij niveau 4 heb je Engels. En kan je doorstromen naar het HBO. En heb je keuze uit sportmassage en voeding volgens mij. En bij niveau 3 heb je dat niet. Bij niveau, zeg maar, wacht even. In het eerste jaar heb je bij niveau 3 en 4 volgens mij bijna hetzelfde. Alleen niveau 3 heeft geen Engels. En in het tweede jaar moet je een keuzepakket kiezen. En in niveau 3 kan je dus kiezen doorstroom naar niveau 4 of nail art en zo. En in niveau 4 kan je dus kiezen doorstroom HBO, sportvoeding, sportmassage of voeding. Ik heb gekozen voor doorstroom HBO, want ik wil hier nog heel erg graag het HBO gaan doen. Dus dat heb ik gekozen en ik ga verder niks vertellen over niveau 3. Want in principe is dat volgens mij wel hetzelfde, maar ik weet natuurlijk alles niet zeker omdat ik niveau 3 niet doe. Ik doe niveau 4. Dus kan ik ook alleen maar daar mijn ervaring over vertellen. Toen ik deze opleiding ging doen, moest je best wel veel aanschaffen. Zeg maar, bijvoorbeeld een ondernemenopleiding hoeft alleen boeken aan te schaffen. Waardoor schoonheidsspecialist of bijvoorbeeld kapper gewoon best wel een dure opleiding is. Want je hebt al die spullen nodig. Bij kapper heb je van die hoofden nodig. Scharen, alles. Nou, bij mijn opleiding heb je harspatronen nodig. Crèmes, reinigingsproducten, handdoeken. Ik heb een praktijkjasje die ik elke week aan moet. Ik moest zwarte schoenen aanschaffen, want je mocht geen hakjes aan of iets. Het moesten zwarte platte schoenen zijn. Nou, toen heb ik deze soorten Superga's gekocht ervoor. Maar ze doen daar niet heel moeilijk over, want ik heb net zo goed even vaak mijn zwarte Sandra's aan. Ze zijn wel een beetje vies geworden, maar dit zijn dus de schoenen die ik ervoor heb gekocht. Ja, ik vind ze wel gewoon prima. Zitten wel oké. Ik vind ze in het wit leuker. Ik vind de zwarte eigenlijk niet heel speciaal of zo, maar het moet voor school. En wat ik ook voor school nog daarbij extra heb aangeschaft. Want zeg maar, dit zijn de dingen die niet in je pakket zitten. Dus die schoenen moet je gewoon zelf kopen. En ze raden je aan of om een koffer aan te schaffen. Om alles mee te nemen, zeg maar, naar school. Want als jij heel je harspatronen mee moet nemen met een hoeslaken, handdoeken en dat soort dingen. Past gewoon niet in je schooltas. Dus daar heb ik deze koffer voor aangeschaft. Hij is van Soet Soet. De turquoise kleur. En dit is de kleinste versie, dus zeg maar handbagageformaat. En ik vind deze gewoon heel erg chill werken. Ik doe echt alles door elkaar heen. Laat ik beginnen met praktijk. Ik heb dus praktijk en theorie. Praktijk heb ik 2 keer in de week. En dat is dus 3 uurtjes per dag. Dus ik heb maandag 3 uurtjes en woensdag 3 uurtjes praktijk. En elke periode begin je met een nieuw onderdeel. Dus eerste periode, in de eerste hebben wij hand en voet gedaan. Tweede periode gezichtsbehandeling. Derde periode massage. En vierde periode oefenden we gewoon een beetje alles door elkaar heen. Ook arm- en beenmassage en zo. En nu zit ik dus in mijn tweede jaar en ben ik nu net 2 weken mee bezig. In het eerste jaar loop je 1 dag in de week stage in een parfumerie of drogisterij. Ik liep bij de Douglas in Den Haag stage. En in je tweede jaar moet je 2 dagen stage lopen in een salon. Ik loop stage bij Lifestyle Salon De Heek in Den Haag dus. En dat is echt een super grote salon. Ook er zit IPL, dus dat is zeg maar een soort laser is dat. Je hebt kapper, je hebt
de beauty dan, dat is dus de schoonheidsafdeling. Je hebt manicure, pedicure, je hebt daar alles in. Het is heel erg leuk. Dus daar loop ik nu stage. Volgend jaar mijn derde jaar, want deze opleiding duurt 3 jaar. Is het wel wat anders verdeeld. Ga ik 1 dag naar school. 1 dag stage bij mijn eigen salon, dus Lifestyle Salon de Heek. En 3 dagen stage bij de Spa van Ren in Rijswijk. Daar moet je verplicht lopen met heel je klas, met alle leerlingen van allround niveau 4. Niveau 3 hoeft daar niet naartoe, niveau 4 wel. Loop je 3 dagen in de week dus stage. En ik hoor dat dat echt best wel pittig is daar, dus ik ben benieuwd voor volgend jaar. Ik hoop trouwens ook alles een beetje goed uitleg hoor, want ik ben best wel een chaot in dingen vertellen, maar oké. Dus dat is het qua stage. Eerste jaar 1 jaar, tweede jaar 2 jaar, derde jaar 3 dagen in Spa van Ren en 1 dag bij, zeg ik nou 3 jaar? 3 dagen bij Spa van Ren en 1 dag bij je eigen stage. De vakken die ik heb zijn ondernemen, AFP, dat is een soort biologie, rekenen, Nederlands, Engels, burgerschap, dat is gewoon een soort maatschappijleer, LOB, een soort mentoruur is dat. En SLB, dat is studieloopbaanbegeleider. Dat gaat over stage. Van hoe gaat het met je stage? Heb je opdrachten gemaakt? Kom je aan je aantal uren? Loopt het daar lekker? Gaat alles prima? Dat soort dingen. Ben ik iets vergeten? Ja, we hebben af en toe gym, maar dat is echt per periode heb je dat. Soms wel, soms niet. En dan praktijk. Oh, en vaktheorie. Vaktheorie is eigenlijk gewoon de theorie van de praktijk. Dus wat je bij de praktijk krijgt, krijg je bij de vaktheorie nog een keertje uitgelegd in de boeken. We hebben dit soort boeken, ik zal het even laten zien, van Beauty Level. Het zijn best wel dikke boeken, maar je doet hier gewoon 3 jaar mee. Deze moet je ook aanschaffen in het begin. We hebben boeken zoals deze, maar we hebben ook licenties. Dat zijn een soort boek voor online opdrachten. Dat hebben we bijvoorbeeld bij Engels en Nederlands hebben we dat. Maar dit is bijvoorbeeld mijn AFP boek. Het is gewoon echt oprecht, zoals je kan zien, een soort biologieboek. En dit boek heb ik dan ook nog voor vaktheorie en nog een ander boek. Dus deze boeken heb je. Als je, stel je gaat deze opleiding doen, wij hebben ze zelf aangeschaft. Maar volgens mij kan je ze ook wel tweedehands op Marktplaats zien te krijgen. Want deze boeken zijn gewoon best wel prijzig. En vooral als je nog het hele andere pakket moet aanschaffen met spullen en zo. Ik zal zo meteen wel even laten zien waar mijn spullen staan. Dan is het gewoon best wel prijzig. Ik weet niet exact de prijzen. En ik durf het ook niet te zeggen, want ik heb echt geen idee meer hoeveel dat was. Maar dat kan je altijd online wel vinden qua prijzen wat precies is. In het tweede jaar hoefden we niet extra dingen aanschaffen. Natuurlijk, als je hars op is, moet je nieuwe harspatronen aanschaffen. Maar dat kan gewoon op school. Die kan je daar gewoon kopen. Qua boek hoefde ik niks nieuws aan te schaffen. Alleen een paar licenties voor online. Maar dat was ook niet de hoofdprijs. Natuurlijk, het kost geld. Maar het was niet even duur als dat je in het begin moest betalen. Dus dat is wel heel erg fijn natuurlijk. De spullen. De spullen die je aanschaft. Ik zal even laten zien waar mijn spullen staan. Ik zit hier namelijk naast mijn kledingkast. En hier heb ik al mijn spullen. Ik ga het even aan jullie laten zien. Hier op de onderste plank, hier heb je zeg maar al mijn schoenen en kleren. Maar hier op de onderste plank heb je al mijn spullen staan. Hier heb ik wat handdoeken, de rest zit in mijn koffer. Dus dit zijn niet alle handdoeken. Dingetjes voor in je haar, netjes, handschoentjes, naaldjes. Nou, dit is een hydrofiele olie. Hier zitten dingetjes in voor wenkbrauwverven. Hier zitten reinigingsproducten en talkpoeder in. Daarachter heb je harstrips. Ja, je ziet het niet zo heel goed. Ik ga even uitzoomen. Daarachter heb je harstrips. Hier heb je een hars. Oh ja, het is niet heel netjes van je Fleur. Maar dit is in ieder geval een harsdingetje. En hier heb je ook nog allemaal spullen. Olie voor een voetenbadje. En dan krijg je ook echt zo'n harsapparaat ding. Die ligt nu in mijn koffer, dus ik wil het even niet laten zien. Maar die jullie in vlogs wel voorbij gaan zien komen en zo. Of die hebben jullie ook. Ik zal even een video linken van waar ik mijn eigen benen met dat apparaat ging harsen. Dan kan je daar zien hoe dat precies ging. En daar ging ik ook mijn wenkbrauwen verven. Dus als je dat wil zien, moet je die video even kijken. Ik zal hem even in de beschrijving linken. Ja, ik ga dit jaar al examen doen voor een paar vakken. Bijvoorbeeld AFP, praktijk en zo. Omdat ik volgend jaar nog maar 1 dag in de week school heb. Doen we dit jaar al examen in een aantal vakken. Ik weet niet precies of we dat in alle vakken gaan doen. Volgens mij niet in ondernemen. Moeten we ondernemingsplan schrijven volgend jaar. Maar ja, dat.
En ik wil hierna dus heel graag het HBO gaan doen. Dus ik heb doorschroom HBO gekozen. Je kon ook het sportmassage en voeding kiezen. Die optie was er ook. Ben ik iets vergeten of moet ik nog iets vertellen? Het enige wat ik kan bedenken is dat ik de opleiding die ik doe, dus RN Schoon Specialist, doe ik op ROC Mondriaan. Ja, wat kan ik er nog meer over vertellen? Ik kan nog wel even mijn praktijkjasje laten zien. Dit is mijn praktijkjasje. Kijk, deze binnen is buiten is helemaal zwart. Ook de kledingvoorschriften zeg maar, voor de praktijkles zijn dus zwarte schoenen, zwarte broek zonder gaten en praktijkjasje. Dit is een praktijkjasje, die koop je ook in je pakket erbij. Het is gewoon een heel simpel soort Chinees jasje is dat. En dan gaat hij zo met knoopjes dicht. Dan heeft hij hier een zakje, gewoon een heel simpel netjes jasje. Dus die, volgens mij heb ik nu wel alles verteld. Althans dat denk ik. Maar heb je nou nog vragen of was er iets niet helemaal duidelijk? Heb ik te snel gepraat, want ik zie dat ik 13 minuten bezig ben geweest. Maar volgens mij heb ik best wel snel gepraat. Was er nou iets niet helemaal duidelijk? Wil je meer weten? Heb je nog een vraag? Praat ik een beetje door elkaar heen. Vraag het gewoon in de beschrijving. Vraag het gewoon in de reacties. Dan kan ik gewoon nog antwoorden. Maar ik ga hierbij gelijk de weekvlog afsluiten. Dan kan ik hem lekker editen en alvast inplannen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. En ik hoop dat volgende weekvlog iets leuker gaat worden. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Doei doei!